Welkom hier bij ons monument, waar we de verschrikkingen die op 16 mei 1944 plaatsvonden in ons land herdenken. Tijdens die razzia werden 246 Sinti en Roma opgepakt. Van hen keerde slechts 31 na de oorlog terug. Na een warm welkom door de heer Jos Egge van de Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek hielden zowel lokale burgemeester Ralf Diederen als plaatsvervangend gouverneur Michael Teuns een toespraak, waar het thema Wij lieten hen gaan centraal stond. Dat we samen opstaan tegen onrecht, kortom, dat we hen niet laten gaan. Pas als we elkaars geschiedenis kennen, weten we van elkaars pijn en elkaars verdriet. Pas dan kunnen de littekens die oorlogen veroorzaken genezen. Met veel bewondering heb ik de video bekeken van Maddy Frans. Ze overleed in 2014, maar nog in datzelfde jaar riep zij op tot samenhouden, tot gezamenlijkheid, tot verdraagzaamheid. Dat juist deze bijzondere vrouw dat zei, raakt mij diep. Ze was slechts één van de 9 leden van haar familie uit Beek die het drama konden navertellen. Niet de haat bepaalde haar leven, maar juist het medeleven, de compassie. Haar wijsheid inspireert ons vandaag nog steeds. In de familiegeschiedenis van de familie Frans komt veel samen. Hun verhaal staat symbool voor de onderbelichte pagina's uit de geschiedenisboeken. Maar ook voor de morele moed die je als mens en als gemeenschap zou moeten opbrengen om het juiste te doen. Om het niet te laten gebeuren. Namens de provincie Limburg wil ik waardering uitspreken naar een ieder die een bijdrage levert of heeft geleverd aan deze eerste jaarlijkse herdenking van de Zigeunerrazzia vandaag precies 80 jaar geleden. Want herdenken, dat is niet alleen iets van het verleden. Herdenken verenigt. Het stemt ons tot nadenken. En heeft juist in de huidige tijd relevantie. Het herinnert ons eraan dat vrede en vrijheid geen stabiel gegeven zijn, maar een zwaar bevochten verworvenheid, waar vele mensen hun leven voor hebben gegeven en die wij samen, continu, elke dag opnieuw zullen moeten onderhouden. Na een muzikaal intermezzo van Janus Hallema riep ook de stichting Kleza op om het nooit meer te laten gebeuren. Ik wil iedereen bedanken voor het aanwezig zijn van deze 80-jarige herdenking van alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Mijn pankrouwhakken is konkekeihi voor de dingwinnepimintjen die ik voor geaccepteerd kreeg. Nu dat de wereld laaiend is, is het van groot belang om de herinnering niet te vergeten wat in 40-45 is gebeurd. Kan het wilto aan Jaki? Hier moest ik met de dingen waar hen raak hij het mensje van aan 40-45 kijk wanneer vergat je door. Vooral de holocaust wat er met de Sinti, Joden, Roma's is gebeurd. Vooral hij passeert met die Sinti, Joden en Roma's aan de holocaust hier ook. Passeert die paar ook veilig gekomen. Ook hier in Beek heeft zich deze tragedie volgetrokken. Niet dan kan je in Beek passeert kan komen. De Sinti's, Joden en Roma's maken zich nu ook weer zorgen. Die Sinti, die Joden en die Roma's maken krimpingen kunnen akkoudiefs niet bepalen zorgen. En hopen en bidden dat ze zich deze tragedie nooit meer zal herhalen. Want jong Peter en Halouta, de Djalko en mogen passeren met de krieg, hoe kunnen bepalen en slechts hier wat wil doen. Door deze herdenking te houden, hopen dat dit nooit meer zal gebeuren. Wat kan je herdenken en denken waarmee Halouta kan passeren op de gang met die Sintense en die Joodense en die Roma's? Paar komen te winnen. Dankjewel. Bijzonder was de bijdrage van Mario Frans en de leerlingen van de Alexander Schule uit Duitsland. Ook zij riepen in verschillende talen op om ons te herinneren en dat we het nooit meer hoeven meemaken. Heute jährt sich das zum 80. Mal dieser Tag, wo hier über 30 Menschen weggekommen sind aus diesem Ort. Aber an diesem Tag sind auch aus anderen Städten sehr viele Menschen weggekommen. Aus dieser Gegend waren es über 500. Ich weiß nicht, ob von mir dort Verwandte dabei waren. Warum weiß ich das nicht?
Wir kennen aus der Geschichte den Begriff die Reichskristallnacht. Dort wurde versucht, von den jüdischen Mitbürgern die Geschichte und ihr Gedächtnis auszulöschen, ihre Bücher zu verbrennen, um das damit zu erreichen. Unsere Bücher waren unsere alten. Wir sind eine mündlich tradierte Kultur. Unsere Reichskristallnacht ist in Auschwitz und in anderen Lagern geschehen. Und das die ganze Zeit, während man Menschen verbrannt hat. Das ist der Grund, warum bei uns ein Generationsbruch in der Tradierung unserer Geschichte vonstatten gegangen ist. Deswegen ist es heute umso wichtiger, dass die internationale Gemeinschaft und besonders die europäische Gemeinschaft ein Augenmerk darauf hat, dass die größte Minderheit in Europa dorthingehend unterstützt wird, dass zumindest das bisschen, was noch da ist, erhalten bleiben kann. Na de bloemlegging werd het heel waardig afgesloten door twee leerlingen van de basisschool De Kring, Fleur en Indy, die het monument Wij lieten hen gaan hebben geadopteerd. De burgemeester greep toen voor wat centen zijn kans om het nobel proces te versnellen door luie en asociale elementen en andere maatschappelijke gezwellen te snoeien en grondig de rust te herstellen. Misschien hebben enkele buren die nacht door blaffende honden en schreeuwen gewekt, door hun gordijnen gegluurd en gedacht hoe erg het wel was, hoe treurig, hoe slecht. Denkend aan hen die hier zijn gekomen en feitelijk niets anders hebben gedaan dan te wagen om van een beter leven te dromen, staat nu een steen waar hun thuis heeft gestaan. Ze komen niet terug, we lieten hen gaan.